Hallo allemaal, welkom op mijn kanaal, welkom bij deze nieuwe video en welkom in Mike's creatieve wereld. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video en in deze video ga ik ook wederom een pakket uitpakken. Het pakket wat ik ga uitpakken is de luxe variant van de Rosetta. De Rosetta is dan de officiële call van scheepjes voor 2019. En in een vorige video van mij hebben jullie kunnen zien hoe ik het Colorcraft pakket uitpakte. En in deze video ga ik dus de luxe uitpakken. Die bestaat uit de Our Tribe garen en er zit ook wat extra's bij. Dus dat ga ik jullie allemaal laten zien in deze video. Dit is dus de Twilight versie van de Rosetta. De luxe variant, want dit pakket bestaat uit het Our Tribe garen. Mochten jullie nog niet bekend zijn met het Our Tribe garen, ik heb er een review video van gemaakt. En die link die zal ik eventjes plaatsen hieronder in de beschrijving van de video. Dan kunnen jullie eventjes gaan kijken wat het garen is en hoe het garen haakt en wat de samenstelling is. Ik ga in dit pakket, of in deze video dus alleen laten zien wat de inhoud is van dit pakket. Nou, hier op de zijkant staat dan ook weer alle informatie over de inhoud van het pakket. En dan ga ik eventjes een stukje inzoomen. Kijk, dit is dus dan de deken die ik ga maken met dit pakket. Die komt er dus zo uit te zien. En de mate van de deken, die is dus 118 bij 148 centimeter als die klaar is. Deze variant kost €99 en er is één pakket en dat is uit mijn hoofd zo de Midnight variant. Die is €89 en dat komt omdat daar minder bollen in zitten, doordat je daar dus ook maar twee kleuren in gebruikt. Dus daardoor is die wat goedkoper. Nou, dan de inhoud van het pakket, wat ik jullie helemaal ga laten zien uiteraard. Dat zijn 11 bollen scheepjes Our Tribe in verschillende kleurtjes. Die gaan jullie dus zo direct zien. Een officieel scheepjes Rosetta Letterlook label. Dat is een label wat je dus uiteindelijk aan je deken kan gaan bevestigen als die klaar is. Een houten ornament. 1 strengetje DMC Moulin splijtzijde. Een borduurnaald. En een special edition project bag. Dat is dus de inhoud van dit pakket. Ga ik weer even uitzoomen. Want dan ga ik de doos losmaken. Zodat jullie kunnen zien wat erin zit. Zo, die is los. Hoe gaaf. Dat is handig. Kijk, dit is dus die special edition project bag die je dus als extra in dit pakket hebt zitten. Deze is speciaal ontworpen voor deze call ook. Het is mooi hard plastic. Dus daar kun je er ook heel mooi al je bolletjes in kwijt. Zoals dus nu ook het geval is. Echt heel handig. Ik denk ook dat je zo die handvaten in elkaar kan schuiven. Ja, kijk, dat kan ook dus. Je kan die handvaten dus zo in elkaar schuiven. Dan heb je hem dus ook een soort van gesloten. Erg handig, dan kan je dus mooi zo alle kanten of overal zo lekker mee naartoe nemen. Is echt mooi stevig materiaal. Even kijken. Beginnen we met het zakje. Want daar zit dan het strengetje splijtgaren in. En het houten
ornament. En ik zelf denk dus, dat zei ik ook bij het uitpakken van het kolenkrachtenpakket, ik denk zelf dus dat dit nog een extraatje zal gaan worden als de kool straks klaar is. Want de kool die duurt 11 weken. En in die 11 weken gaan we dus de deken haken. En ik denk dan dat er nog een bonusontwerpje gaat komen en dat het houten ornament daar iets mee te maken heeft. En er zijn ook verschillende houten ornamenten gemaakt. Ik heb dus deze variant. Het kan dus wezen dat jij een compleet ander soort houten ornament in jouw pakket hebt zitten. Want er zijn dus verschillende varianten van gemaakt. Dus ik ben heel erg benieuwd wat dat gaat worden. Nou, dit is dan de borduurnaald. Op een mooi kaartje geplakt ook. Rosetta en het originele logo wat erbij ontworpen is ook voor deze kool. Ook het stickertje is ontworpen voor deze kool. En dan hebben we ook nog het letterlook label wat we dus kunnen gaan bevestigen aan de deken als deze klaar is. En ik vind het echt een heel mooi label. De naam van de kool die staat erop. Merk scheepjes staat er uiteraard op. En de ontwerpster, Lila Born Crochet. Ik zal ook eventjes haar blog in de beschrijving van deze video gaan plaatsen. Dus hieronder. Zij is ook een van de scheepjes bloggers. En ik zal dus haar blog eventjes onder in de beschrijving van deze video gaan plaatsen ook. Dat doe ik even netjes eventjes terug in het zakje. Dat ik het niet kwijt kan raken. Dan even kijken. Ja. Hier is die. Zit er ook nog een kaart bij. Ja, dit is niet echt een kaart. Het is meer een brief wat de ontwerpster heeft gemaakt. Dit is dus de ontwerpster, Tatjana. Zij is dus van het blog Lila Bjorn Crochet. Moet ik het wel goed zeggen. En hier schrijft ze onderin het dus... Bijvoorbeeld hoe ze aan de inspiratie gekomen is. Hoe die helemaal tot stand gekomen is, deze deken. En ook dat er verschillende haaktechnieken worden gebruikt. Tapestry en overlay haken. Dus het is ook wel echt weer een hele leuke nieuwe uitdaging. Ik heb met beide wel al ervaring. Want ik heb al vaker patronen van haar gehaakt. Dus ik ben wel een beetje bekend met haar werk. Maar het wordt weer een hele mooie uitdagende kool. Maar dit is dus nog een aparte brief van haar in het Nederlands. En op de achterkant staat hij dan nog een keer in het Engels. Heel erg gaaf. En dit is dan nog een andere variant qua kleursamenstellingen van de deken. Ik zal ook eventjes in de video een fotootje gaan plaatsen van alle vier de combinaties van de Our Tribe variant van deze deken. En dan gaan we nu eventjes de bolletjes pakken. Die ga ik weer eventjes op de grond leggen. Dus ik zet eventjes de mand aan de kant. Oh, dit is zo'n gaaf kleurtje. Heel gaaf. Nou, er zitten dus... een aantal bollen in met kleurverloop. En dus in totaal 5 bollen Our Tribe in één kleur. En het is echt een donkerblauwe kleur wat ik dan heb. Dit is dan de... Even kijken hoor of het erop staat. Ja. Deze heet dan de Iris Garden. Kleur nummer 884. Daar zitten dus 5 bollen van in mijn pakket. En dan even kijken of het... Ja, het zijn inderdaad 2 bollen per kleur. Dit is dan Miss Neris. Kleur 966. Het is ook echt een hele mooie blauw-grijzige tint is dit. Dat is ook het leuke aan die Our Tribe garens. Die hebben dus allemaal de naam... Of tenminste de bollen. Die zijn dus samengesteld door de bloggers van scheepjes. Die hebben dus allemaal kleurtjes uit mogen zoeken.
En daarmee heeft Scheepjes dus deze bollen samengesteld. En die bollen hebben dus ook de naam van de blogger gekregen. Dus dat is heel erg leuk. Deze heet dus dan Haak maar Haak. 963 is het kleurnummer. Ook hier heb ik twee bolletjes van. Dat zijn echt weer wat meer roze-rode tinten wat erin zit. En dan twee bollen van de Felted Button. Kleurnummer 965. Het zijn echt een beetje groen-gelige tintjes die hier allemaal in zitten. Maar ik zeg, mocht je meer informatie willen ook over dit garen, dan kun je dus eventjes de review video gaan bekijken van het garen die ik al gemaakt heb. Die link die staat dus onder in de beschrijving. Dan ga ik ook eventjes een stukje test haken en dat soort dingen. Dus dan krijg je eventjes wat meer informatie ook over het garen, ook over hoe het tot stand gekomen is en dat soort dingen. Maar dit is dus mijn pakket voor de Rosetta Call 2019 van Scheepjes. De luxe variant. Dat is dus met de Our Tribe in de kleur Twilight. En dat komt dus in die hele mooie mand. Dat is dus die special edition project bag. Die Scheepjes speciaal gemaakt heeft ook voor deze call. En die zit dus alleen in de luxe varianten, dus de pakketten met Our Tribe erin. Bij de Collarcrafter heb je dat dus er niet bij zitten. Dat zit dus echt alleen bij de Our Tribe variant. Nou, het houten ornament, het labeltje, een borduurnaald en een strengetje splijtgaren of splijtzijde. En het kaartje van Tatjana, de ontwerpster van deze call. Nou, dit is ook echt weer een heel mooi pakket. Deze gaat alleen nog eventjes opgeborgen worden. Want deze ga ik pas maken als de call helemaal klaar is. Want ik ga mijn call meehaken dus met de Collarcrafter. En dan ga ik dus ook proberen mee te vloggen. Dus dat er elke week eventjes een video komt over hoe ik de call ervaar. Hoe het haakt, hoe het resultaat wordt. Nou, kortom, alles rondom de call die probeer ik dan te gaan filmen en ook een blogberichtje te gaan schrijven op mijn internetpagina of internetsite. Dat zeg ik, alle informatie is dus hieronder in de beschrijving van de video terug te vinden. Alle links ga ik daar plaatsen. Dus ja, wil je meer informatie hebben nog over deze call, kijk dan eventjes onder in de beschrijving van deze video. Daar vind je dus alle links. Dan ga ik mijn pakketje weer opbergen en dan ga ik met smart wachten tot 9 oktober tot het eerste deel van de call online verschijnt. En dan kunnen we lekker aan de gang gaan. Dus dit was dan het Twilight pakket van de Rosetta Call 2019. Dat was dan de unboxing van het luxe pakket voor de Rosetta Scheepjes Call 2019. Ik ga eerst starten met de Collarcrafter versie en ook die ga ik dan proberen te volgen via vlogs. Ik ga dan proberen elke week het deel mee te haken en daar ook een vlog van te maken en ook uiteraard een berichtje te schrijven op mijn blog. Dus alle informatie over deze call kan je terugvinden onder in de beschrijving van deze video. 9 oktober start de call. Dus alle sites die van belang zijn, die zal ik dus in de beschrijving onder deze video gaan plaatsen. Zodat jullie op jullie gemakje nog eventjes rustig na kunnen gaan kijken wat de call allemaal inhoudt. Mocht je zelf ook nog een pakket willen gaan kopen, dan zal ik ook hieronder in de beschrijving van de video een link gaan plaatsen waar jullie dan eventueel het pakket kunnen gaan kopen. Het kan alleen wel wezen dat je wat langer op je pakket moet wachten, want er is echt een enorme run op de pakketten. Dus eventueel kun je hem dan gaan bestellen om mee te gaan doen met de call. En als je het via die link gaat bestellen, steun je mij ook een klein beetje. Want ik krijg een kleine commissie over het bedrag wat jij uitgeeft. Zonder dat het jou wat extra's kost. Dus je kan mij op die manier een klein beetje steunen ook. Dus dat zou ik heel erg leuk vinden als je via die link je aankopen gaat doen. Voor nu wil ik jullie heel erg gaan bedanken voor het kijken naar deze video. Alle informatie is dus terug te vinden hieronder in de beschrijving van deze video. Ik zal daar dus de sites gaan plaatsen van Scheepjes zelf, van de Facebookgroep en van het YouTube-kanaal van Esther Dijkstra. Want die gaat de call weer voorzien van hele duidelijke, mooie instructievideo's. Zowel in het Engels als Nederlands.
en voor links- en rechtshandigen. Dus voor iedereen die mee wil haken, alle informatie is terug te vinden hieronder in de beschrijving. Ik zou het heel erg leuk vinden als je je abonneert ook op mijn kanaal. Dat kost je verder helemaal niks, dus klik eventjes op die rode abonneerknop. En wil je nou helemaal niks missen van mijn kanaal, druk dan ook eventjes op het belletje naast die rode abonneerknop. Want dan krijg je automatisch een melding als ik een nieuwe video plaats op mijn kanaal. Voor nu dus heel erg bedankt voor het kijken. En dan zou ik zeggen tot kijk in een van mijn andere video's. Doeg!